Oké, we zijn onderweg terug. We gaan de motto terug gaan ophalen. Ik zeg we, want we zijn met twee vandaag. We hebben onze mondmaskers mee. Zij moet blijven zitten als we daar zijn. Ze mag niet buiten. Allee, ze mag geen contact houden. Wat moeten we doen? Afstand houden. Af, ja, ze is een rijstafel aan het eten. Daarmee dat ze wat mompelt waarschijnlijk. We hebben alles mee. Ja, ik heb eigenlijk er niks uitgehaald ofzo. Dus alles ligt nog klaar. Hij was heel snel klaar, de motor. Ik heb hem de woensdag binnengebracht. En de vrijdagochtend had ik al een mailtje dat hem klaar was. Dat ik hem kon terugkomen ophalen. En vandaag heb ik tijd om hem ook effectief op te halen. We gaan, mijn garage zit nu wel terug. Is eigenlijk een klein beetje vol van dat tafelproject. Moet dus morgen heb ik ook verlof, dus dan kan ik de tafel verder behandelen, omdat die uit de garage kan en dan kan de motor ook terug in de garage en heb ik weer plaats. Ik heb nog altijd niet gereden, het is op dit moment ook niet echt aan het rijden. Maar je moet opruimen in je garage. Ja, ik moet dringend opruimen in mijn garage. De keer dat we een beetje meer regenweer hebben, kan ik ook experimenteren terug met hoe goed dat de motor of hoe slecht dat hij rijdt in de regen. Maar ik moet goed opletten ook voor de flitsers, want tijdens de lockdown ben ik 2 of 3 keer misschien naar het postkantoor gereden. En ene keer daarvan ben ik geflitst, een boete van meer dan 100 euro, omdat ik meer dan 60 reed, waar hij 50 mocht, iets in die zin. Ik ben weer, lekker. Fruitje ook nog. Ik ben weer binnen door aan het rijden. Ik ben totaal verkeerd gereden. Ik weet niet hoe dat ik het gedaan. Ja, nee, ik weet eigenlijk wel hoe dat ik het gedaan heb. Ik doe het altijd op dezelfde manier. Ik kom op een bepaald punt. Allee, ik weet de weg of ik volg de GPS. Eén van de twee. En ik kom op een bepaald punt dat ik een opleiding heb. Dat ik de GPS niet verder kan volgen. En dan denk ik, oh ja, ik ga langs daar wel rondrijden. En dan ben ik rond te rijden. Maar dan, ja, op de een of andere manier kom ik toch niet op de plekken uit waar ik denk dat ik ga uitkomen. En dan moet ik ofwel. Ofwel ben ik het dan toch nog maar via een omweg, ofwel moet ik alsnog de GPS instellen terug. Het zijn allemaal van die bandjes like bij ons, hè. Dus net niet breed genoeg voor 2 kamionetten of voor een kamionet en een tractor. Ah. Komt hier een tractor en een auto? Dat was een tractor die moest afslaan, maar die geen verlichting heeft, want die had geen pinkers erin. Of pinken. Flasje. Branden. Die had geen pinkers branden. Wat ging ik zeggen? Ja, allemaal dezelfde bandjes. Kleine, smalle bandjes. Waar dat er juist geen 2 kamionetten elkaar kunnen passeren. Nee. Plus, elke zijweg is voorrang van rechts. Dus bij elke zijweg moet je goed opletten. Dat er niemand uit, van rechts komt die voorrang heeft en waarmee dat je botst, want dan heeft die natuurlijk, dan is die in zijn recht. Hè. Als het goed is, als het niet vergeten is, dan heeft hij nu dus ook van de motor die mijn tank, dat is een opbergvak met een klep, een deksel. En dat deksel, dat scharnierpunt, sloot niet goed aan met de rest van de tank. Dus dat stond altijd zo'n 0,5 centimeter open. Allee, dat stond niet effectief open, dat is met een rubberen afdichting. Maar het leek alsof dat open stond. En als het goed is, heeft hem dat ook vervangen nu, want daar was een recall van de fabriek uit om dat gratis te laten herstellen. Allee, ze hebben dat sowieso bij de nieuwere modellen hebben ze dat af fabriek al gecorrigeerd. Maar omdat de mijnen zijn van de eerste, die heeft dat probleem nog. Wil je ook iets zeggen? Mochten. Het is lekker, wat zijn aan het eten? Gezonde snoepjes. En van mango gemaakt. Van wat? Van mango. Van mango? Gedroogde stukjes mango, is dat? Ja. Ik wil zeggen. Zeg maar. Dat ze heel hard zijn. En dat ik ook kan kouwen. Ik wil hem kouwen. Maar dus een belangrijke tip voor iedereen die een zero heeft, is als je een herstelling moet uitvoeren, breng dan binnen, laat ze een diagnose stellen en als
als de stukken moeten bestellen, vraagt hij dan de motor terug kunt meenemen. In afwachting van de levering van de stukken, want het is vooral de levering van de stukken die veel tijd vraagt bereikbaar. Vaak moeten die uit Amerika komen, en nu zeker waarschijnlijk, want met heel wat corona doen, zullen ze nog langer onderweg zijn. En in mijn geval, ik kon er nog mee rijden. Het is, ik moest een klein beetje opletten wat ik deed. Als hij nat was, kon ik doorrijden. Maar dan mocht ik hem niet aan het stopcontact, mocht ik hem niet proberen opladen, want dan zou het in een foutmelding in een andere fout gaan. En een keer dat hem in die andere fout gaat, gaat hem in een andere veiligheid, waardoor dat ik ook niet meer kan rijden. Dus zolang dat ik niet probeerde op te laden als hem nat was, was er geen probleem. Mijn mondmasker is ook aangepast ondertussen. Nu hangen er van die gewone rekkers aan. Maar over mijn hoofd toe. Zo, ik heb toch een indruk dat beter. Ik heb toch een indruk dat beter blijft zitten, dat meer aansluit ook. En dat, want ik denk dat de voorin had ik hier linten, maar die spande niet genoeg. Ik denk dat dat vooral het probleem was. Als je dat hier had verbouwen, toen is een oor nog een vriendin die ik nooit meer gezien heb. Kan toch niet bouwen? Ik ga dat proberen. Meneer. Moet je de rest van Tess? Nee. No. En nu ja, dat het vandaag doet. En nu heb ik hier wat problemen. Wat voor probleem? Gewoon dat pap stil. Je hebt dan echt aan opnieuw. Ik kan ze ook via het samen zien. Papa, ik kan hier ook via het samen zien. Ik wil dat mijn telefoon er ook aan aangehangen worden. Ja, van mij. Oké, maar de telefoon gaat toch niet uit? Ik moet diepe mijn vriend is Katrien. Ben je er nog? Katrien.